Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een autootje kopen of een motor, maakt niet uit. En die ga ik even tunen. Ik ben met Michael, hij heeft de dikke doekoes, dikke geld. We gaan even kijken. En dan gaan we uiteraard ook stuk rijden. Wat zal ik doen? Ik doe deze. De over. Schip staan, jongen. De Overvlot NTTXF kost 795.000. Dit is story mode. Nou, dat gaan we dus even kijken. Maar ik moet eerst ruimte maken in zijn garage, want die rijke tat heeft te veel auto's. Dus daar gaan we eerst heen. Nou, tot straks. Nou, ik kom dus aan bij mijn garage. En daar zie ik dat ik nog twee plekken ruimte heb. Dus we gaan even een autootje kiezen. Pakken we wel een lekkere snelle auto. En dan ga ik even een autootje kopen. Ja. En tijdens je auto kopen. Internet. Ik film even met mijn telefoon, want ik ben skeer. Ik heb geen goede camera daarvoor. Wat zouden we doen? We zouden deze doen, toch? Die Overvlot en Titi XF. Nou, voor Michael doen wij een roze. Hoor. Kijk, je loves the internet. Ik laat ondertussen mijn controller ook vallen. Nou, dan gaan wij maar even een rondje rijden, want hij staat nog niet direct hier. Oeh. Ah, een snelle auto, jongen. Poh. Even kijken bij huis, kijk wat daar nog mooi in de garage staat, jongens. Hele mooie auto's, dat weet ik. Ik kan niet heel goed rijden met één hand, want ik film ook nog met één hand. Hier zijn de afslag alweer voorbij. Ja, Michael, jongen, ik kan nog helemaal niet rijden. Kijk, jongen, dat is mijn mooie Audi. Dat is mijn mooie Audi. Die heb ik getoond met Subaru Impreza motorkap. Dan staat hier een mooie Porsche en een Merriweather Jeep. Die kennen jullie vast wel. Voor degene die het spel al gespeeld hebben. Nou, dan ga ik weer terug naar mijn garage. Hopen dat daar een hele mooie auto staat. Te wachten. Om getuned te worden. Neem jullie mee. Dit is de Porsche. Godver. We zijn een brommer. We zijn er bijna, jongens. Mooie vleugeldeuren, gestolen van Lamborghini. Nou, wat ga je nog slaan, jongens? Stoere boy. Nou, hopen dat er een mooi auto staat. Ja, ik heb een beetje vlekjes op de tv, want er is een keer wat overheen gevallen en dat wilde niet af. Sorry. Wat staat een mooie roze auto? Wat een prachtige auto. Jongens, jongens, jongens. Nou, ik zie jullie zo weer bij Los Santos Customs. En we enteren hier Los Santos Customs. Ik heb een beetje schade gemaakt. Maar dat kan wel. Dat is geen stress. Natuurlijk gaat de armor op. Brakes ook maar. Ik heb het geld ervoor. Bodywork. Wat van hier. Oh, zo'n mooi streepje. Ja, dat doen we maar even. Bumpers.
Oh, dat is wel custom. Achterbumper. Lekker diffuser erop. En toen wou ik maar even. Engine helemaal. Moet wel snel gaan. Uitlaat. Oh, meer uitlaat en meer pk. Dat doen we. General Lee. Ja, jullie vind ik belachen. Xenon lampen natuurlijk. Plate. Ik weet nog niet welke kleur ik moet gaan doen, dus dat kijk ik wel. Maar je kan maar één kleur. Wat ik vaak doe, is ik doe een zwart, metallic en dan een parelmoer tint erdoorheen, want dat zie je heel goed op zwart. Kijk nou, dat is je parelmoer rood. En nou dacht ik ga hem gewoon parelmoer geel doen. En dan kan ik die laatste kentekenplaat doen. Hey, slim bedacht man. Lijkt meer op een rij. Kijk, dit is meer geel. Wat een mooie auto. Dat doen we. Dan kunnen we die kentekenplaat doen, zwart met geel. We moeten wel een beetje met elkaar tonen, hè. Dan doen we er natuurlijk dikke side skirts op. Flinke spoiler. Zo flink is hij niet, dat is gewoon fucking lelijk. Transmissie ook maar. Een flinke turbo erop. Wielen. Wieltype. Dikke off-road wielen erop, jongen. Nee, we doen maar high-end, hè. Het is wel een hele mooie high-end auto. Kijk, ik vind dit wel mooie wielen. En dan doe ik die zijspaakjes. Die kan je een expres andere kleur geven. Doe ik dat geel. Dat lijkt wel een beetje met elkaar zo. Waar staat geel? Geel, geel, geel. Ja, prachtig. Accessoires. Custom tires. Bulletproof tires. En dan. De yellow tire smoke. Windows. Doe ik altijd deze. Want niemand hoeft te zien dat ik zo'n lelijke auto rijd. Nou, dan gaan we even stuk rijden. Ik rijd naar de locatie en dan zien jullie me daar. Nou, ik ben ondertussen bijna bij locatie. Ik ga nou even doorrijden. Gewoon plankgas, linkerbaan. Ik zal me even voorstellen. Ik ben nieuw op YouTube. Dit is de eerste video die ik upload over GTA 5 Story Mode. En ik ga er ook nog wel wat doen van online. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik rij auto's stuk omdat ik het leuk vind. Ik sla het toch niet op. En dan gaan we uiteraard straks weer een nieuwe auto kopen. Gewoon omdat het kan. Ik ga deze even stuk rijden tegen een boom aan. Nee, leuk joh. Kijk, ik hang gewoon vast in de boom. Dat is leuk, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb nog nooit gehad. Nou, ik kan hier ook niet wegkomen. Ik probeer het, maar veel niet. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het leuk vond. En er komen meer video's aan. What's up, Lotta?